Afgebrand pand in Nijmegen bevat asbest. Cadeaus voor spullenhulp. Groter dan ooit, de ponymarkt in Bemmel. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Een gespecialiseerd bedrijf is maandag gestart met het verwijderen van asbest van het tot 2 maal toe door brand verwoeste winkelpand aan de Groene Straat in Nijmegen. In het pand zijn resten van asbest aangetroffen. Volgens de gemeente vormen deze asbestrestanten geen gevaar voor de directe omgeving. Wel moet het gespecialiseerde bedrijf de asbest verwijderen. Afgelopen week is het pand tot 2 maal toe getroffen door brand. Ja, het was een heftig weekje. Ja. Het begon maandagnacht en uiteindelijk is dinsdagnacht dus weer opgeleid. Dus dat waren twee heftige, verschrikkelijke nachten. Ja. Was het nou ook extra schrikken toen u hoorde dat er ook aan asbestverwijdering wordt gedaan? In eerste instantie ben je daar niet mee bezig. Ik was bezig met mijn spullen en met dat soort dingen. En uiteindelijk hoorde ik dat want ik ben zelf nog 4-5 keer het pand in geweest. En uiteindelijk hoorde ik dat brandweer volgens mij het pand niet had mogen vrijgeven, omdat er dus nog heel veel asbestresten waren. Ja. Heeft u zelf nog wat van die spullen kunnen redden eigenlijk? Ja, ik mocht dinsdagochtend rond 8:30 mocht ik naar binnen onder begeleiding. En toen mocht ik alleen voor mezelf de belangrijke spullen voor wat van waarde was in verband met diefstal meenemen. Dus ik heb mijn fotoboeken, mijn sieraden en een ordner met belangrijke verzekeringspapieren, dat soort dingen heb ik mee kunnen nemen. Voor de rest helemaal niets. In het pand was een kantoorhandel gevestigd. De brandweer is de hele week bezig geweest om smeulende resten te blussen. De winkel dateerde uit 1923, een periode waarin asbest regelmatig werd verwerkt juist als brandwerend materiaal. Omdat het pand losstaat van aangrenzende bebouwing, zal niemand last hebben van de gevolgen van de sloop. Zo heeft de gemeente laten weten in een brief die omwonenden van het pand onlangs huis aan huis mochten ontvangen. Er is volgens mij nog niks gedaan vandaag. Het is nu 3:00, dus ik denk ook niet dat het vandaag nog gaat gebeuren. Ik heb vanochtend zelf gebeld naar de gemeente. Dus alle buurtbewoners hebben een brief gekregen dat er vandaag gestart zou worden. Dat staat ook in de krant. Maar ik kreeg iemand aan de telefoon van de gemeente en die wist het niet wanneer precies en hoe en wat de procedure is. Dus ik ben benieuwd. Maakt dat voor u persoonlijk nog wat uit wanneer de sloop start? Persoonlijk niet. Ja. Van de week keek ik naar binnen en zag ik nog wel op 2 schapjes van mij staan op 1 kamertje waar nog wat spulletjes stonden. Dus daarom belde ik de gemeente ook. Want als ze beginnen met slopen is natuurlijk alles weg. Want ik ben benieuwd of het eventueel daar nog wat van over is. Maar ze konden mij daar geen duidelijkheid over geven. Naast de sloop heeft de politie ook haar handen nog vol aan het onderzoek. Een getuige heeft namelijk gezien dat 3 personen zich woensdagavond om 10:00 ophielden bij het afgebrande winkelpand. De getuige heeft ook gezien dat deze 3 personen er met een bestelauto vandoor gingen. Toen de politie bij het pand kwam, zagen zij dat de achterdeur vanaf de binnenzijde was geforceerd. Toen eigenaar Peter Hendricks polshoogte kwam nemen, bleek dat er een flinke hoeveelheid rookwaar was meegenomen, welke was opgeslagen achterin het pand. En een goede verzekering afgesloten? Dat is nog even de vraag, want mijn verzekering heeft de polis niet stilzwijgend verlengd, dus daar wordt nog aan gewerkt. Dat is eigenlijk wel een kleine nachtmerrie. Ja, nou voor mij een grote nachtmerrie. Ja. Vitesse heeft haar eerste punten van dit seizoen binnen. ADO Den Haag is zondag door de Arnhemmers verslagen tijdens de eerste speelronde met 3-1. William Pluim maakte in de eerste helft gelijk en Lasse Nielsson zorgde in de tweede helft voor de overige 2 treffers. Ook NEC is het nieuwe seizoen met een overwinning begonnen. De Nijmeegse club won zaterdagavond met 1-0 van VVV door een doelpunt van Ramon Zomer. Bij het station in Elst zal parkeren makkelijker gaan worden. Er komen ruim 100 parkeerplaatsen bij, waarvan er 40 al snel beschikbaar zullen zijn. De gemeente Overbetuwe speelt hiermee in op het Slim-project, wat gericht is op stimulering van alternatief vervoer, zolang er gewerkt wordt aan de A50. De stadsregio Arnhem-Nijmegen betaalt 3/4 van de kosten voor de aanleg en heeft beloofd het terrein te gaan promoten. De gemeente Arnhem hoopt de al jaren bestaande overlast van duiven bij de flat op het Schipholplein in Elderveld op te gaan lossen via de plaatsing van een duiventil. De duiventil moet op het dak komen van de Schipholflat, met de hoop dat de vogels daar hun hel gaan zoeken in plaats van de balkons van de bewoners te bewerken met ongewenste uitwerpselen. De Groesbeekse disco De Hoeve gaat de draad weer oppakken. Na de dodelijke steekpartij die zich begin maart voordeed bij het uitgaanscentrum, laste De Hoeve uit eerbied voor het slachtoffer Koen Buitelaar een vroege zomerstop in. De disco is na het drama niet meer open geweest.
Binnenkort is het weer zover. De eerste danceparty in de Hoeve is gepland op zaterdag 17 september. De Westervoortse Brug is een van de meetpunten van het slim prijzenproject van de stadsregio Arnhem-Nijmegen. In de maanden mei en juni is een registratie gemaakt van alle automobilisten die de IJsselbrug zijn gepasseerd. Afgelopen weekende zijn 6000 passanten die minimaal 5 keer per week over de brug reden, aangeschreven of zij willen meedoen aan het project. Een makkelijke manier om geld te verdienen voor vele automobilisten. De verwachting is dan ook dat de respons erg hoog zal liggen. Transporteren, opslaan en uitgeven moet voortaan bij de spullenhulp in Nijmegen een stuk gemakkelijker verlopen. Het initiatief van de 5 dienstverlenende organisaties heeft maandagmiddag namelijk een elektrische stapelaar en een heftruck gekregen van Standvast Wonen. Vanwaar deze geste aan de spullenhulp? Wij vinden het erg belangrijk om mensen met een geestelijke beperking een hele actieve dagbesteding te geven. Zorgen dat ze er weer bij horen in de maatschappij. Wij doen elk jaar een aantal sponsorbijdragen. En dit is een hele specifieke sponsorbijdrage om de spullenhulp van start te laten gaan. Het is nog niet helemaal opgericht. Ze zijn nog in oprichting. Maar ze hebben een aantal dingen nodig om het professioneel aan te gaan pakken. Wat heeft Standvast Wonen eigenlijk met dit project? Wij doen heel veel aan huisvesting voor mensen met een geestelijke beperking. Dus het huisvesting is primair van ons belang. Toch vinden we het ook van belang dat niet die mensen alleen maar thuis wonen, maar dat ze ook actief zijn en dat ze proberen om steeds meer zelfstandig te worden en de regie over hun eigen leven te nemen. Daar hoort ook werk bij. Er hoort ook werk bij wat gewoon zinvol is. Werk bij wat in dit geval natuurlijk heel zinvol is. Spullen maken, spullen repareren, spullen uitgeven aan mensen die het ook weer heel zwaar hebben, die soms moeten starten opnieuw op de woningmarkt en die gewoon spulletjes nodig hebben, maar absoluut geen geld hebben, dan kunnen ze hier op een hele goedkope manier kunnen ze hun spulletjes verzamelen. De Spullenhulp is een gezamenlijk project van Iriszorg, Stichting De Driestroom, Protestantse Diaconie Nijmegen, RIBW Nijmegen en Rivierenland en GGD Regio Nijmegen. De Spullenhulp zorgt voor de opslag, het opknappen en het gratis uitgeven van tweedehands huisraad voor sociaal kwetsbaren. De uitvoering is in handen van mensen met een beperking, onder begeleiding van medewerkers van de betrokken organisaties. Blij met de stapelaar en de heftruck? Heel erg blij. We zijn er super blij om, vooral voor onze cliënten en voor de spullenhulp. Je kunt je voorstellen als je gigantisch veel spullen gaat opslaan en iemand moet dat allemaal heen en weer sjouwen, dat niet te doen is. En dit geeft hun de kans om en die spullen goed en makkelijk te versjouwen. Maar ook om te leren met dit soort dingen om te gaan. Het is ook een vorm van onderwijs die zij daarmee kunnen gaan vormen bij ons. Veel mensen willen hun spullen wel kwijt. Voor heel veel mensen die ook zelf weer arm zijn, is het heel moeilijk om spullen kwijt te raken. Dan moet je het naar de DAR brengen en dat kost geld. En je moet vervoer hebben om het er naartoe te brengen. Dus we krijgen behoorlijk wat aanbiedingen van kom alsjeblieft mijn dingen ophalen. Maar als het kapot is, kunnen ook mensen die armoede lijden het niet gebruiken. Een kast moet het wel doen. En dat merken we wel. Het is niet moeilijk om eraan te komen. Het is eerder gewoon heel goed om spullen te zoeken die we ook werkelijk kunnen gebruiken en die nog enigszins goed zijn. Het hoeft natuurlijk niet nieuw te zijn, absoluut niet, maar het moet nog wel bruikbaar zijn. Aan een bed waar je doorzakt hebben we ook mensen die armoede lijden niets. Bemmel heeft het. In elk geval de enorme hoeveelheid Shetland ponies, shows, gezellig publiek en natuurlijk weer wedstrijden waar ook het publiek aan mee kan doen. De Bemmelse ponymarkt is een ware happening, wat niet alleen leuk blijkt om te zien, maar ook zeker leuk is om aan mee te doen. Supermooi busje. Dan de bieren. Nee, dat is te weinig. Ik heb 3,5 bieren. Kom! En schudden. En ze zijn aan elkaar gemaakt. Er wordt wel een beetje geduwd, maar dat kan niet anders. Nero van Wijnsop in de leiding neemt Frederica van Arken neemt in de buitenbocht. Dan zingen we maar los van 3,5 waar ik even waar. Ja, maar is niet zo duur. Dat weet ik wel. Heeft vandaag gewonnen. Eerste overwinning met Claire van de Tempel, Nera van Waringshof, onder nummer 8. In verband met de werkzaamheden op de markt in Bemmel was het dit jaar voor de organisatie niet mogelijk om het evenement op dezelfde locatie als voorgaande jaren te houden. Normaal gesproken is het terrein voor de Kinkelenburg natuurlijk de vaste stek. Maar de markt is deels ontoegankelijk
dus is uitgeweken naar het grasveld tussen café 61 en de Brugdijk. De indeling is nagenoeg hetzelfde gebleven als voorgaande jaren, ondanks de verplaatsing. We hebben er heel hard aan gewerkt in goed overleg met de gemeente Lingewaard. En uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen dat wij kijken naar hoeveel meter touw hebben we waaraan we de ponies en de paarden kunnen spannen. En ten opzichte van andere jaren missen we nu 2 meter touw. Dat valt op zich heel erg mee. Dus de indeling is ook nagenoeg hetzelfde als andere jaren? Ja, hij is een heel klein beetje gewijzigd. Maar we zijn alleen verrast door het grote aantal wat is gekomen. Ik denk dat we ongeveer 1,5 keer zoveel als andere jaren hebben. Waar zou dat dan liggen? Ik heb deskundigen horen zeggen dat het aan de crisis ligt. En dat sommige mensen die te veel aan jonge dieren hebben, dat kost ook geld om die beesten te voeren en dergelijke. En daar moeten ze vanaf. Zou dat echt zo zijn dat mensen dus echt puur specifiek hier komen om de beesten ook echt te verkopen? Het is ook een beetje toeristisch dit. Nee, het is niet toeristisch. Het is wel toeristisch. Maar wij zijn een internationale ponyjaarmarkt. En er komen niet uit Nederland de handelaren. Maar ik heb ze gezien uit Luxemburg. Uit Frankrijk heb ik ze weer gezien. Uit Duitsland zijn ze aanwezig. België is er. En ik heb ook dat Denemarken aanwezig is. De eerste ponymarkt op 19 augustus 1958 was een primeur voor Nederland. Want tot dusver werden ponies altijd verhandeld op paardenmarkten. Die vond ze dan ergens vaak in een hoekje waar de kleine beestjes natuurlijk nauwelijks opvielen. De markt in Bemmel voorzag dus in een behoefte. En heeft vanwege zijn overzichtelijkheid ook voor de bezoekers al jaren zijn aantrekkelijkheid behouden. Ja, het is ontzettend gegroeid in omvang en het wordt groter en groter. Maar tot op heden is het nog steeds beheersbaar. En hoe meten we dat? Dan meten we aan de reacties van de brandweer en de politie. En als die tevreden zijn, dan kunnen we zeggen we hebben er hard aan gewerkt. Dan mogen we ook een beetje tevreden zijn. Maar ja, je mag de dag niet prijzen voor het avond is. En tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u zelf een nieuwstip, dan is dat heel erg welkom. Mail dat even naar tips@kanaal13.tv. Zometeen prikken we een vorkje mee met Let's Cook It TV. Direct na het weer, dus blijf kijken en graag tot morgen.